We hebben net George Hurst getekend voor 5 jaar. Dat is voor Leuven een geweldige transfer. Fantastische deal. Ik denk dat dat een speler is met enorm veel capaciteiten. Dat is een jong talent, maar die toch al in Engeland naam heeft gemaakt. En heel wat nationale jeugdselecties achter zijn naam heeft. Dus ik denk dat we met George echt wel een toptransfer gerealiseerd hebben. Hij kon ook naar een aantal Engelse clubs. Toen slagen wij erin om hem bij ons te krijgen. Hoe hebben we dat gedaan? Wat heeft hem overtuigd om toch naar ons te komen? Wel, via zijn vader die nog bij Sheffield Wednesday heeft gespeeld. Samen met Nigel Pearson is hij bij OHL in contact gekomen. En op die manier hebben we uiteindelijk deze transfer kunnen realiseren. Hij is onze 6e aanwinst dit seizoen. We gaan een goede ploeg hebben normaal gezien. Ik ben ervan overtuigd dat we een heel goede ploeg op het veld kunnen zetten. We hebben nu inderdaad 6 mensen aangetrokken, waarvan Elliot Moore en Sammy Cayley al vorig seizoen bij ons waren, die al hun verdiensten hebben bewezen. Maar ik denk dat de 4 andere jongens die nieuw zijn, dat die ook absoluut een meerwaarde zijn. Dus ik denk echt wel dat we kunnen concurreren met de top van 1B. En dat we een zeer belangrijke rol van betekenis gaan spelen dit seizoen. Mogen de fans nog een aantal nieuwe versterkingen verwachten de komende dagen, weken? Ik denk dat het belangrijkste was om onze kern samen te houden. Dat is ook gelukt op Nicolas Storm na, die uiteindelijk ook eigendom was van Club Brugge. En we hebben dan met de kern die we al hadden, hebben we met de jongens die erbij zijn gekomen, toch wel gezorgd voor een topteam dat kan concurreren met pakweg KV Mechelen of Beerschot Wilrijk. Of er nog anderen komen, dat zal de komende dagen uitmaken. Maar we zullen klaar zijn voor de competitiestart. Er wordt weer hard gewerkt aan de trainingsvelden, ook op het hoofdveld. Dat is eigenlijk ongelooflijk wat er aan het gebeuren is op OHL. Ik denk dat dat een understatement is. We hebben echt wel met de steun van King Power de ambitie om op den dreef een topveld te creëren dat echt wel bij het beste van België kan behoren. Maar ook in Alt-Heverlee, in onze trainingsaccommodaties, ambiëren we eigenlijk echt wel met de velden om de top te bereiken. En dat kan voor onze spelers alleen maar de basis creëren om topprestaties te leveren.